Het is Hemelvaart. Een vrije dag voor de meesten, maar wat vieren we eigenlijk vandaag? Barend de Gooyert van de Protestantse Kerk Nijmegen legt het uit. Hemelvaartsdag kun je niet loszien van de periode daarvoor, van Pasen en Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is door de Passion redelijk bekend in Nederland, dat Jezus wordt gekruisigd, doodgaat en dat hij met Pasen weer opstaat. Na Pasen dan verschijnt Jezus een aantal keren voor zijn volgelingen, zijn discipelen. En die vertelt hij dan de boodschap, jullie moeten het verhaal van mij, mijn verhaal, mijn boodschap, het verhaal van vrede en liefde in de wereld gaan vertellen. Je moet niet langer alleen maar hier blijven, maar je moet het echt de wereld inbrengen. Dat gebeurt tot hemelvaart. Op hemelvaartsdag gaat Jezus van de discipelen weg. Hij wordt in de hemel opgenomen. Het beeld wat we dan daarvan kennen is dat hij op een wolkje staat en dat hij de hemel ingaat. Als we dat tegenwoordig zouden vertalen, dan wil ik graag de woorden van dominee Rolinka Klein-Kranenburg van de PKN citeren. Die zegt, Jezus wordt in de cloud opgenomen. Hij is niet weg, maar je ziet hem niet meer. Hij is ergens anders.